Breda Nu. Je weet het meteen. Volgens traditie hielden de veteranen die deelnemen aan de Bredase Veteranendag een mars door de Bredase binnenstad. De mars eindigde voor het stadshuis op de Grote Markt. Daar werden de deelnemers toegesproken door burgemeester Paul de Pla. De Veteranendag hier zo in Breda, waarom is het zo belangrijk dat dat naast de landelijke Veteranendag ook nog apart hier gevierd wordt? Omdat denk ik mensen ook behoefte hebben om dicht bij huis hun verhalen te kunnen doen met mensen die begrijpen en weten wat het is om uitgezonden te worden in een ver land, om daar te strijden voor vrede en veiligheid. En die landelijke Veteranendag is heel belangrijk, maar die is ook groot. En die lokale Veteranendag is iets kleinschaliger en is ook iets meer de mensen in je directe omgeving. Er zitten wat jonge veteranen bij, veteranen die nog in actieve dienst zitten. Ja, ook dat zijn veteranen, als ze een keer op missie zijn geweest. En je zag ook duidelijk de eerste groep die voorop liep, die echt al wat ouder was. Als ik het goed zag, zijn ze naar Nieuw-Guinea geweest. Ik kon niet alle medailles precies zien, maar je ziet ook wat Libanon-mensen erbij. Dat kun je aan de beretten zien. Dus het is een mix van veteranen, van vroeger. Net na de Tweede Wereldoorlog tot vandaag de dag Irak of Afghanistan. Het is een lokale veteranendag, dus echt, en dat zie je steeds meer. Dus gemeentes die voor hun eigen veteranen zo'n moment creëren waar ze elkaar ontmoeten en ook waardering uitspreken. En wat dat betreft merk je natuurlijk ook dat de veteranenwereld is een wereld waar militairen altijd natuurlijk heel erg met elkaar komen en bij elkaar de verhalen vertellen. En ik vind dat heel erg belangrijk en dat is datgene waarom ik hier sta, om die veteranen te danken voor hun enorme inzet. Breda Nu. Je weet het meteen.